Na het succes van de eerste Rock and Old School kon een tweede editie niet uitblijven. Deze uitvoering vond zondag 17 januari plaats in 22 in Tiel. Vier gelegenheidsformaties lieten zich van hun beste kant zien. Wethouder Melissen opende het concert. Nou, dat is fantastisch. Een warm applaus. Dus als je ziet hoe druk het hier nu is, hoeveel mensen er zijn om te luisteren naar datgene wat al die mensen in 8 workshops hebben geleerd met elkaar, samen leren spelen. Ja, hoeveel plezier dat uitstraalt. En we horen nu de klank op de achtergrond, ze zijn nog steeds bezig en de zaal is helemaal happy. Het mooie van dit is dat ze eigenlijk mensen zijn, of het zijn mensen die vroeger gitaar hebben gespeeld en de gitaar uit de stof hebben gehaald en weer zijn gaan spelen. En daar heel veel plezier aan hebben. Dus het is gewoon een fantastisch initiatief.